Ik ben Jamma Riemon, ik ben 26 jaar, ik ben student en daarnaast voetbal ik ook. Een tijdje geleden ben je bij ons gekomen met een aantal klachten. Kan je ons uitleggen waar je precies last van had? Ja, na een vervelende voetbalblessure die ik heb opgelopen. Ja. Tijdens een wedstrijd kwamen ze een tijdje achter dat ik mijn voorste kruisband had afgescheurd. Ja. Daar ben ik voor behandeld. Ja. Ik heb mijn voorste kruisbandreconstructie gehad. Ja. Daar gaandeweg het proces verliep in het begin ging zo heel goed. Daarna stagneerde het een beetje. Dan gingen ze verder kijken. Bleek dus dat ik heel erg last had van littekenweefsel in mijn knie. Ja. Wederom geopereerd. Dus dan denk je er dan eindelijk vanaf te zijn. Ja. Maar de klachten bleven aanhouden. Ik kon nog steeds niet echt die stappen maken wat nodig zijn voor een juist herstel. Ja. En zodoende ben ik hier terecht gekomen. Ja. Naar aanleiding van de klachten die aan bleven houden. Ja. Want je speelt voetbal en met de trainer kan je dan omschrijven waar je last van had. Bijvoorbeeld bij het voetbal of bij het hardlopen of bij het trainen. Wat voor dingen moeten we dan denken? Nou, gewoon heel erg instabiliteit in mijn knie. Dus het waren verschillende klachten, van oppervlakkige klachten, van qua pijntjes. Tot echt klachten die niet te beschrijven zijn, wat van binnenuit kwam. Maar vooral dat gevoel van... Ja, dat instabiliteit hebben in je knie en daardoor ook met fitness of met krachttraining niet voluit kunnen gaan. Nee. Dus ik bleef continu belemmeringen houden. En, maar voornamelijk echt dat instabiliteit. Ja. En dat had dus ook invloed op jouw revalidatie? Heel erg. Achteraf bleek dat echt wat nodig was, zeg maar, om dat mijn revalidatie wel weer op gang kwam, zeg maar, om het zo te zeggen. Dus toen je hier kwam, hebben we je onderzocht. Ja. Daar hebben we de knie op stabiliteit onderzocht. En vonden we eigenlijk dat de binnenste band, dus de mediale band van de knie, mm-hmm. Die zit aan de binnenkant van de knie, dat die eigenlijk erg instabiel was. Ja, daar konden we echt hele bewegingen mee doen. Dat klopt. En dat hoort dus niet. Dat hoort niet. Dat hebben we ondervonden, ja. Dus, en daardoor had je ook die klachten. Ja, dat klopt. En dan hebben we je behandeld met prolotherapie. Om die ligamenten te versterken weer. Dat hebben we een aantal keer gedaan. En wat is daar nu het resultaat van? Nou, verbazingwekkend eigenlijk. Ik was heel sceptisch aan het begin. Ik denk, baat het niet, schaadt het niet. Maar het was de bedoeling eigenlijk dat we 5-6 behandelingen zouden hebben. Ja. En na de derde behandeling was het voor mij al klaar. En gewoon het gevoel dat mijn knie weer stabiel was. Gewoon het draaien, het gewoon normaal lopen. Ja. Maar ook gewoon alle oppervlakkige pijntjes wat ik had. Alle pijntjes waarvan binnenuit kwam. Traplopen ging ineens... na de eerste behandeling al veel beter. Gewoon overduidelijk resultaat. Ja. En hoe is het nu met het voetballen? Nou, ik ben inmiddels langzaamaan begonnen met trainen. En het is gewoon een beetje onwennig, maar dat mag ook wel na 2 jaar. Maar qua last, ik kan niet zeggen dat ik er nog last van heb. Nee, absoluut niet. Zou je dus behandeling aan anderen aanraden? Ja, iedereen eigenlijk die er last van heeft. Ja. Ik bedoel, voor mij was dit gewoon geweldig, want ik wist niet waar het aan lag. Nee. Want mijn knie die zag er voor de rest prima uit, maar om dat zo aan iemand uit te leggen van joh, het ziet er misschien wel prima uit, maar het voelt niet goed. Nee. En dan kom je hier en dan denk je, oh ja, er is toch wel iets aan de hand en er is iets weet je, aan te doen. Dus dat was voor mij was dit gewoon een geweldige behandeling geweest. En ik denk dat dat voor heel veel sporters wel... ook diezelfde, zou ik zeggen, dat ook hetzelfde kan zijn. Ja, weet je. Dus, precies, dat ze er ook baat bij hebben. Ja, absoluut. Ja, fantastisch. Ja.